Hallo en leuk dat je kijkt naar Camping TV. Nee, Klemping TV. Alhoewel, Klemping zouden we nu kunnen zeggen, want we gaan met jou richting Spanje. Ja. En dat is zowel een camping als een Klemping gelegenheid. Ja, René. We gaan naar de Costa Dorada. Ja, overigens naast mij Klemping inspector Ivar Menzing. Dus jij hebt wat gezegd, we gaan naar de Costa Dorada. Costa Dorada. Zuidelijk van Barcelona, op ongeveer anderhalf uur rijden van deze prachtige stad. En we gaan eens kijken naar camping La Torre del Sol. La Torre del Sol, La Torre del Sol. Nou, het klinkt in ieder geval lekker Spaans. Het is Spaans, maar is het dus ook aan de kust of is het in de binnenlanden? Nee, het is direct aan de kust. Het heeft een prachtige ligging bij de plaatsjes Salou en Cambrils. Oké. Er zijn staanplaatsen direct aan het strand, dus je hebt direct het blik op het water. Wow. Maar het leuke aan deze camping, je zei het net al, het is eigenlijk een combinatie tussen gewoon camping en glamping. Ja. Want je hebt er ook heel veel huuraccommodaties. Het is in die bekende bocht daar. Ja, voor Nederland is een super populair gebied. Ja. En het leuke, René, er zit een luchthaven vlakbij, een vrij nieuwe. Aha, oké. Okay. Ja. En als je daarop vliegt, en dan gaan direct de vluchten vanuit Nederland naartoe, dan ben je, nou, een kwartiertje, 20 minuten later, sta je met je voetjes in het water. Oh, heerlijk zeg. Ja. Geweldig. Het is dus niet alleen maar een camping, het is ook daadwerkelijk glamping. Ja. En daar komen we zo dadelijk ook nog over. Ja. Dat is de ligging is wat dat betreft eerst perfect. Ja. En het leuke aan La Torre del Sol is gewoon de veelzijdigheid. Ja. Veelzijdigheid, zwembaden, accommodaties, restaurants. Ja. Hier vind je dus alles wat je zoekt voor een heerlijke vakantie. En je hebt het over een heerlijke vakantie. Maar is dit nou een heerlijke vakantie om echt alleen maar met je gezin naartoe te gaan? Of is het ook voor de vrienden die echt los wilden gaan of de romantische stelletjes? Nee, het is La Torre del Sol is een grote camping met veel faciliteiten. Ja. En ik zou hem echt aanraden voor families. Voor families. Als feestvierder heb je hier echt niks verloren. Ja. En als paardjes zijn er denk ik objecten die leuker zijn. Oké. Okay. Dus nou, een echte familiecamping. Nou, dat is een stukje eerlijkheid. Ja. En dat vind ik ook zo fijn van de glamping inspector. De onafhankelijkheid en de eerlijkheid van jullie. Moet gegeven zijn. Ja. Hey, eens even kijken. Ik heb dus de mogelijkheid om naar het strand in te gaan. Ja. Waar hebben ze ook heerlijke zwembaden? Ja, zeker. Nou, zo eens kijken. Een klein videootje. Ja. De zwembaden op La Torre del Sol zijn niet alleen veel, maar ook prachtig. Dit zomer bijvoorbeeld hebben ze in 2018 hebben ze een geheel nieuw zwembad gebouwd. Oké. Okay. Heb ik helaas nog geen beelden van. Ik heb hem al wel in aanbouw gezien en die wordt super. Oh, maar je hebt een stukje wellness er ook nog bij? Ja. Er zijn, saunaatjes. Er is een binnenbad waar je ook een wellness hebt. Ja. Als het slecht weer is, ga je lekker naar binnen. Maar eigenlijk zouden we buiten moeten genieten in dit zwembad, in de grote whirlpool die er is, of in het speciale piratenzwembad voor de kinderen. Aha, ja. Dus het is echt geweldig. Dus je hebt de mogelijkheden voor ieder wat wil. Oké. Ja, dus een mooi groot zwembad zoals we dat hier onder andere al zien. En, maar oké, dan heb ik de zwembaden. Ik heb dan, is het alleen maar een potje koken of kan ik ook bijvoorbeeld, ik zelf hou bijvoorbeeld lekker van vis en dan, dat waterloop of een pizza, een lekker pizzaatje, joh, heerlijk. Stap in het vliegtuig, René, dan is dit er eentje voor jou. Ja? Bij het zwembad zit direct een pizzeria. Oké, okay, super. Daar kun je niet alleen pizza's krijgen natuurlijk, ook de tapa en de snelle hap, die krijg je direct aan het zwembad. In het gewone restaurant, ja, daar is het natuurlijk vis eten. Ja. Dus staan wel andere dingen op de kaart. Maar als ik toch wat mag aanraden, dan zijn het de visjes die 's ochtends fris gevangen zijn. En die gezellige restaurant, dat is allemaal daar op de camping, de glamping zelf. Ja. Oh, lekkere wijntjes. En er is natuurlijk ook aan het strand nog een baadje waar je gezellig een cocktailtje kunt drinken. Super mooi. Dus voor eten en drinken hoef je niet van de camping af. Aha, dus ja, als ik dit gewoon al zie, bijvoorbeeld dat heeft 's ochtends nog gezwommen. En dat ligt dan s'avonds al bij jou op je bord. Ja. Dat is al heerlijk, fantastisch. Heerlijk genieten. Hey, maar nou hebben we het allemaal gehad over het randgebeuren. Het slapen, waar doen we dat in? Wij gaan natuurlijk voor de glamping even. Ja, hè? Tuurlijk. Nou. Super belangrijk. Op Torre del Sol vind ik het leuke, de diversiteit. Ja. Er zijn verschillende soorten accommodaties. Okay. Van eenvoudigere bungalow tenten, waar wel echte bedden in staan. En een keuken, en elektriciteit en water. Maar waar de luxe niet zo in het detail is. Nou eens kijken. Hey, zag ik daar nou een garagedeur? Dat is een staakcaravan met garage waar jij dus gewoon even je auto binnen kunt zetten. Ja. Oké. Okay. Wat dan?
De diversiteit in staakcaravans is gewoon geweldig. Voor ieder wat wil. Zoveel mensen, zoveel wensen. Ja. Ik zelf vind het heel leuk om met je familie er een staakcaravan te huren. Waar een grote picknicktafel voor de deur staat. Waar je heerlijk kunt eten en spelletjes doen. Hey, nu heb ik gehoord van jou in het voorgesprek. Dat er zelfs glamping-accommodaties zijn. Met een eigen jacuzzi in het terras. Op het terras, je eigen jacuzzi. Waar je heerlijk met een glaasje wijn in de hand kunt bubbelen. En dat maakt een glamping. Ik zag daar net een eigen douche, een eigen toilet. Dat is wat glamping zeg maar onderscheidt van onder andere een camping. Er toch? Zijn veel faciliteiten of veel dingen die glamping uitmaken. Maar de accommodatie, de luxe in de accommodatie. Dat begint bij eigen sanitair. Ja. Wow. En heeft het dat niet, dan blijft het camping. Oké. Nou, in ieder geval, ik vind het allemaal waanzinnig interessant. Ik denk dat dit ook zeer zeker iets is om te gaan bekijken en te gaan boeken. Dus meer informatie vind je dus onder andere op campingdreams.com. Ja, absoluut. Of op campinginspector.de. Nou, ik zou zeggen, gewoon kijken. Fijne vakantie. Fijne vakantie.